Dag alle beste vrienden, het is weer dinsdag en op dinsdag vraag ik iets aan jullie. Het is helemaal niet waar, het is niet een vaste rubriek of zo, maar het is nu dinsdag en ik ga iets aan jullie vragen. Dus laten we er even vanuit gaan dat ik vandaag in elke vlog die ik maak iets aan jullie vraag. Het gaat over Evolve, daar wilde ik het eigenlijk even over hebben. Ik had gisteren, was ik met een vriend van mij, we waren even wezen squashen, altijd lekker. En daarna zaten we eventjes aan de bar van de Squash Centrum en toen waren we een beetje aan het lullen over games. Hij is niet echt een gamer, maar wel zo, weet je kent het type echte gamer, gewoon ik verzamel poppetjes van Final Fantasy en ik heb alle Final Fantasies in alle uitvoeringen en ik heb Metal Gear in Japanse, Amerikaanse en Europese versies, noem het allemaal op. Dat zijn echte gamers, weet je wel, die als jij één mini-ding fout zegt, meteen zeggen, oh nee, dat zit zo en zo en noem het allemaal op. En je hebt van die mensen die, zeg maar, ja, vroeger noemde ik dat altijd, zeg maar, de FIFA Tekken mensen. Dat waren mensen die FIFA en Tekken kochten, dat was het. En daartussenin zit een beetje de gamer. Dus ik hou van games, ik koop af en toe een game en dat vind ik leuk. En ik houd het een beetje in de gaten, maar niet echt hardcore. Anyways, hij is dus die laatste categorie die ertussenin zit. En hij zei tegen mij, ja, ik heb Evolve gespeeld. De beta had hij dan gespeeld, samen met een gezamenlijke vriend van ons. En we waren er een beetje over aan het lullen en hij zegt, ja, het is wel vet, het is een beetje Left 4 Dead-achtig het is iets meer diepgang in, best wel een toffe game. En toen hadden we het een beetje erover dat ik zei van, ja, weet je, ik vind Evolve, wat ik gespeeld heb, ik heb hem op E3 gespeeld noem het dan maar op. Ik weet niet eens wat noem het dan maar op is, misschien heb ik hem alleen op E3 gespeeld, ik weet het niet eens meer. Anyways, ik vind Evolve een hele, hele vette game. Die potten die ik in ieder geval op E3 heb gespeeld waren echt super vet. Het was voor Instant Game of het programma, dat kon je toen ook zien. Ja, het was gewoon, ik had zoiets van, dit is echt, echt een toffe game. En ik heb wel gedurende zeg maar het traject dat Evolve is aangekondigd en dat ze steeds dingen lekten, heb ik ook in ons tv-programma hebben we het er regelmatig over gehad. En ik had steeds een beetje zo tussen twee werelden zat te klemmen. Dat ik aan de ene kant dacht, het is super vet. Het is een one concept game, zeg maar. Het is dat 4 tegen 1, niet meer dan dat. En dat is helemaal niet erg. Dat dig ik eraan, dat ze daar ook achter staan. Dat ze dat niet met een singleplayer campaign nog proberen een beetje te verhullen of zo. Zij zeggen gewoon, dit zijn we, weet je. 4 tegen 1, that's it. Go for it, veel plezier. Super tof. Alleen ik had het met die vriend van mij over. Die zei ook van, ja, weet je, zo'n Watch Dogs. Hij zegt, dat vond ik eigenlijk, ja, was wel oké, maar niet echt spectaculair. En ik zei tegen hem, ik zeg, nou, weet je wel, ik vond Watch Dogs vond ik wel echt een vette game. Hij zegt, maar wat vond je dan tof? Ik zeg, nou, ik vond het verhaal super vet om te doorlopen. En gewoon de mogelijkheden die je had. Ik vond het een hele lekkere game. Het speelde ook lekker. Ik weet dat er een hoop kritiek was op het autorijden en zo. Maar ik weet niet, man, ik vond Watch Dogs echt een toffe game. En hij zei toen ook van, ja, maar je hebt er geen 60 piek voor betaald. En dat is een ding, natuurlijk. Dat is een eigenlijk eeuwigdurende discussie. Voor ook voor mensen die recensenten, weet je, we betalen geen 60 piek voor en het is altijd een beetje een ding van, oh ja, maar kun je dan nog wel objectief beoordelen? Ik denk overigens dat het wel zo is, dat even terzijde. En hij zei zo van, ja, weet je wat is, ik moet gewoon wel een beetje kijken welke games ik koop, want hij had bijvoorbeeld een Watch Dogs gekocht. Toen zei hij van, ja, ik weet het niet, man, op een gegeven moment was ik er klaar mee, heb ik hem laten liggen. Meer van dat soort games, weet je wel. En jullie kennen het vast allemaal, weet je. Ik weet niet of miljonairs kijken. Maar je kunt maar een beperkt aantal games kopen op een gegeven moment. En dan ga je toch een beetje kiezen. En ik vraag me dan af, wat zo'n Evolve dan doet. Of je dan het risico durft te nemen. En ik heb hem nog niet zelf thuis gespeeld. Ik heb hem vandaag binnen gehad. Maar ik ga hem zeker aanslingeren deze week. Alleen, ik vraag me gewoon een beetje af waar ik bang voor was voor die game. Was dat mensen zouden zeggen, nou, weet je, ik koop liever iets met singleplayer en multiplayer. Iets wat misschien in mijn hoofd langer houdbaar is. Terwijl als Evolve daadwerkelijk die kwaliteit van een Left 4 Dead weet te pakken. En het zijn natuurlijk dezelfde ontwikkelaars. Dus dat zou goed kunnen. Dan is het een tijdloze game. En dan is het ook een game die zijn aanschaf waard is. Kijk, als Left 4 Dead kwaliteit is. Ik bedoel, elke game die Left 4 Dead kwaliteit is, is zijn aanschaf natuurlijk waard. Maar dat is een beetje een ding. En Evolve komt natuurlijk ook niet voor niks uit, denk ik, in een periode dat het iets rustiger is. Maar ik vroeg me een beetje af hoe het bij jullie zit. Leeft die game? En ik vind het ook de reden dat ik het vraag. Kijk, ik kan bij elke game vragen. En bij de Order ga ik het waarschijnlijk ook vragen als die uitkomt. Alleen in dit geval vind ik het zo'n moeilijk verhaal van, omdat ik heel veel mensen positief hoor. De recensies zijn positief. De reacties altijd op Evolve zijn heel goed. Van, ah, vet idee. En het lijkt me tof. Alleen als het daadwerkelijk gaat om, ga je die game ook aanschaffen dan? En ik weet dat er een hoop gedoe is met packs en DLC, noem het dan maar op. Dat is misschien niet echt in het voordeel van de verkoop. Of misschien wel, dat zal de tijd leren. Maar voor de verder rest is eigenlijk alles rondom Evolve. Iedereen is positief, weet je. Iedereen dikt het concept. Ziet er bruut uit, sowieso Monster Battle. Ik bedoel, dat is wel even shit wat heel vet is. Ook dat je zelf als monster kan spelen. Het is echt uniek
Een unieke game en dat vind ik ook wel altijd prijzenswaardig. En wat het goed doet bij zeg maar de stroom en de stroom, ja, hoe moet ik het noemen? Wat mensen over zo'n titel vinden, om het zo even te zeggen. Anyways, ik vraag me dus af hoe het bij jullie zit. Lopen jullie warm voor Evolve en ga je hem ook kopen? Of zeg je van, nou, ik vind het echt een super vette game, super leuk idee, alleen ik ga niet mijn 6 piek, of weet ik het hoe duur die game kost, of waar je hem ook koopt voor misschien een zachter prijsje. Maar ik ga niet dat geld eraan uitgeven, want ik vind het te mager qua concept. En misschien durf je die stap dan niet te zetten, of zeg je, ik wacht het even af. Ik ben heel nieuwsgierig naar. Het is iets wat me eigenlijk al bezig gaat sinds de aankondiging van Evolve. Wat ik al zei, weet je, mensen die tv-programma hebben gekeken, hebben mij er ook vaak, zeg maar, in dat dilemma gezien. En ik heb het hier in mijn vlogs volgens mij nog niet echt erover gehad. Dus ik denk, nou, weet je, met de release is het een goed idee. Ik weet dat de beta populair is geweest, of in ieder geval veel van jullie hebben dat best wel gespeeld. Ik heb er veel reacties op gezien ook. Maar het is mijn vraag eigenlijk vandaag, hoe jullie Evolve zien. Ga je, je hebt verschillende opties. Of je vindt het helemaal tof, maar je gaat hem niet kopen. Je vindt het helemaal tof, je gaat hem wel kopen. Of je zegt van, nou, ik weet het niet echt. Ik zie het sowieso niet zo zitten. Of je zegt van, nou, ik wacht op mijn buddies hem gaan halen. Want dan wordt het pas echt de moeite waard. En ik vraag me af. Dus help mij uit mijn al een jaar durende dilemma. Wat gaat Evolve doen? Gaat het een game worden die uniek en tof is, maar die tegenvallende verkopen gaat hebben? Of gaat het een game worden waarvan jullie zeggen, ja, ik ga hem zeker in huis halen. Multiplayer games, alt vet, concept vet, uniek, vet, 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 vet. Drie vet, als je Evolve trouwens omdraait en je zet er een T achter, dan eindigt het op vet. Dat is misschien ook wel een teken aan de wand. Anyways, laat het even weten in de comments. En vergeet meteen niet, als je toch interactief met deze vlog bezig bent, even je vragen op te sturen. Ik heb een hoop vragen binnengekregen. Normaal gesproken krijg ik zo maandag eentje en dan dinsdag de rest van de bubs. Nu krijg ik de hele week door eigenlijk vragen. Dat vond ik leuk. Dus stuur ze vooral nog in. We kunnen nooit genoeg hebben. En dan kun je sturen naar simon6@insightgamer.nl. Maar niet voordat je een Evolve comment achtergelaten hebt. Wederom in de comments. Tot morgen!